dat overdoen. Ook op deze avond mogen wij weten dat God onze Vader bij ons is. Dat Hij van ons allemaal houdt. Vandaag en alle dagen die volgen. Wij bidden dat U ons vanavond rust en stilte geeft. Om te vieren dat zijn Zoon Jezus werd geboren. Rust in ons hoofd. Stilte in ons hart. Dat we de drukte van buiten achter ons kunnen laten. Zodat we blij kunnen worden van dit kindje dat geboren werd om liefde te geven aan alle mensen in de wereld. Ook aan ons, hier in Noordwonen. Amen. Zo de kaarsen aansteken. En dat de duisternis het nooit van het licht zal winnen. We steken de eerste kaars aan. En we denken aan al die kinderen die met hun ouders leven in gebieden waar het nooit stil is doordat er steeds geschoten wordt. Doordat hun bommen vallen op een stad of op een dorp. De tweede kaars steken we aan als een vlam van hoop. Door al die kleine en grote mensen die leven in vluchtelingenkampen. Mensen gevlucht voor oorlog en geweld. Kampen waar zoveel mensen wonen dat het er nooit stil is.
De derde kaars ontsteken we voor al die mensen die het juist tijdens deze dagen te stil vinden omdat ze eenzaam en alleen zijn. Vier kaars steken we aan als een vlam van hoop voor alle zieken die we kennen. Dat er stilte rondom hun mag zijn als dat nodig is. Maar dat er ook woorden van troost gesproken worden. Vijfde kaars. De kerstkaars ontsteken we voor alle bewoners van Noordwolde, hier aanwezig of thuis. Dat grote en kleine mensen samen het kerstfeest kunnen vieren, met blijdschap in hun hart. Dat er af en toe rust, stilte en tijd is om te beseffen dat het licht van kerst ook voor hun schijnt. Bijbel en er staat boven de geboorte van Jezus. Het zijn eigenlijk de bekende stukjes uit de Bijbel. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan.
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.